nota, goedgekeurd. Grote storing, Eindhoven Airport. En Kids Battle in de Berenkuil. De gemeenteraad is akkoord met de bezuinigingen voor de komende 3 jaar. Na een half jaar van discussies en protesten is de kogel door de kerk. Al konden de plannen alleen op steun rekenen van de coalitiepartijen. Wie is voor het voorstel zoals het nader gewijzigd ligt? GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD en D66. Wie is tegen? Daarmee is het voorstel aangenomen. Het gaat allemaal te hard en te snel, zo zegt de oppositie. De versobering bij welzijn, het afschaffen van de wijkraden, dat is een brug te ver. En dat geldt ook voor de bezuinigingen op sport, zoals de verhoging van de sporttarieven. Sportverenigingen kunnen het hoofd niet meer boven water houden en vallen om. Nou ja, het effect daarvoor op de sportende Eindhovenaar mag duidelijk zijn, want dan verdwijnt een sportclub. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel individuen en dus heel veel gezinnen die soms wel met 4 of 5 mensen sporten. Waarbij de tarieven ieder jaar 4 of 5% stijgen. Ik denk dat ik nogmaals dit heel goed kan uitleggen aan de sportvereniging als u wij laten zien dat we met name op andere terreinen de rekening veel nadrukkelijker neerleggen. Maar als je dan de contributie gaat kijken, ik kom ook met rekenvoorbeelden in het eind van het jaar, maar dan heb je het over een paar euro per lid per jaar. En ik denk dat eigenlijk als je de sporters recht in de ogen aankijkt, dat de meesten zeggen van luister, die paar euro per jaar heb ik er wel voor over om de ijsbaan open te houden. Maar niet alleen de contributies gaan omhoog, ook een kaartje voor de tommelreep en de ijsbaan wordt duurder. En dat moet niet alleen door Eindhoven worden opgehoest. Moet ik dan die rekening voor dat exploitatietekort van de ijsbaan, waar 70% van buiten Eindhoven komt, neerleggen bij mijn sportvereniging? De handbal, de tennis, de voetbal, de korfbal, de hockey. Ik kan dat niet uitleggen. En we houden uiteindelijk toch altijd een bijdrage in exploitatie over, bijvoorbeeld op het zwembad van zeg maar 1,5 miljoen euro per jaar. En dan moet je afvragen, van ga je die 1,5 miljoen euro volledig laten opbrengen door feitelijk de inwoners van Eindhoven, terwijl 70% van de gebruikers vanuit waarbij de heel Nederland en zelfs België komt. Om het allemaal rond te krijgen gaan niet alleen de tarieven omhoog. Sporthal Haagdijk in Tongeren moet ook dicht. Het sluiten van Sporthal Haagdijk levert de gemeente een totale besparing van nog geen 100.000 euro per jaar op een totaal van 56 miljoen. Waarbij je wel honderden mensen die hun dagelijkse of wekelijkse sportactiviteiten nu in die sporthal hebben, in ieder geval dwingt ergens anders naar te gaan kijken. En we moeten nog maar zien of die alternatieven voorhanden zijn. Ja, de moeite die je voor hebt gedaan om de Haagdijk toch open te houden. En dan, ja, als ze dan beslissen om het dan toch te sluiten, is al de moeite zeg maar voor niks geweest. Haagdijk heb ik me laten overtuigen, met name ook door sportverenigingen, hoe pijn het ook doet. Die zouden eventueel nog ergens anders in de stad kunnen worden ondergebracht. Wethouder Helms kan de plannen nu gaan uitwerken. Kijk naar het zwembad, hè, dan zou je zomaar een paar euro in verloop van jaren er wellicht bovenop kunnen zetten. Maar goed, als je gaat rekenen, 500.000 bezoekers, dat betekent dat 1 euro op de kaart van het zwembad is al 500.000. Dus dat gaat best hard. Voor november moeten de puntjes op de i worden gezet. Daarna wordt de begroting vastgesteld en kunnen de bezuinigingen tot op de laatste cent worden ingeboekt.